Zometeen meer. We horen het regelmatig op de Spelen. Atleten met een beperking die in het dagelijks leven in een rolstoel zitten, voelen zich vrij op het moment dat ze sporten. Of vrij, misschien moeten we zeggen bevrijd. Van topsportatleten verwachten we topprestaties. En onwillekeurig denken we dan meteen dat ze met een rolstoel alles durven en kunnen. Dat is lang niet altijd zo. Kees-Jan van der Klooster is hier. Zit ik hier in Vancouver, in Sochi. Jij durfde alles, toch? Ik heb een hoop getart, zeg maar. Een hoop angsten overwonnen. Ja, je durfde veel. Wat voor skier was je? Voornamelijk een snelheidsonderdelen skier, zeg maar. Dus super G, downhill. En daarnaast hield ik van het springen. En als je dat combineert, dan kom je uit bij skicross. Ja, we zagen je topsportcarrière, die zit erop. Wat zie jij als je nu naar de Paralympische sporters kijkt bij deze Spelen? Ik was 23 toen ik mijn ongeluk kreeg en toen pas begonnen met zitskiën. De jongens zitten in een zitski sinds ze 8 zijn. Dan maak je het jezelf zoveel meer eigen als je op die leeftijd al kan starten. En ja, het voordeel wat zij hebben is dat er inmiddels veel meer kennis en know-how is natuurlijk. De begeleiding is veel professioneler geworden in de loop der jaren. Er is een groei geweest in professionalisering van alle Paralympische sporten in Nederland. Er is een sportakkoord getekend waarbij eigenlijk ook die inclusie van die sporten kwam. Rita van Driel is een van de dames die daar zich heel erg hard voor gemaakt heeft. Het Paralympisch Comité. Ja. En sinds die tijd eigenlijk zie je dat er ook stelselmatig meer budgetten vrij zijn gekomen. En ik had het geluk dat ik in de winterspelen zat. En dat Turijn hebben we niemand naartoe kunnen sturen. Dus toen stond Willem-Alexander helemaal in zijn eentje zonder dat daar atleten waren. Ja. Dus dat mocht niet meer gebeuren. En dat is een voordeel geweest voor mijn carrière, zeg ik. Jij geeft samen met Floris Meijer, die nu in Peking is, rolstoelbehendigheidstrainingen. Wat houdt dat in? When you got a feeling, you find the feeling, you pass it on. Er zijn zoveel soorten handicaps en het is onmogelijk voor mensen om in te schatten hoe of wat. Maar stelselmatig heb je dus met een laag verwachtingspatroon te maken, ongeacht je beperkingen. Daarnaast word je overgewaardeerd vaak. Wat knap dat je zelf je boodschappen doet, wat goed dat je auto rijdt. En dat is af en toe leuk om een compliment te krijgen, niks mis mee. Maar uiteindelijk, zeg ik, is dit een cocktail die zelfvertrouwen en eigenwaarde ondermijnt. En wat wij doen door die rolstoeltrainingen te geven, is eigenlijk mensen benaderen en bereiken. We kunnen ze een trucje leren, wat op zich nog niet zo moeilijk is, dat trucje. Maar de barrière die mensen over moeten gaan om dat trucje onder de knie te krijgen, daar zit hem wat wij doen. En ik zeg, dat is naast de mens gaan staan als mens. Maar leg eens uit hoe dat werkt, want dan is het gewoon een trucje, dus met een rolstoel ergens omhoog rijden of een drempel opkomen, dat is ook een mentale barrière? Nou, het interessante is, er zit één cruciaal ding en dat is als je de wheelie maakt. Ja. Als je je voorwielen op kan tillen, dan is dat hetzelfde als iemand anders die zijn voet op kan tillen en op de stoep kan stappen. Als jij dit niet kan, kan je geen drempel over. Als je daar bang voor bent, ja, dan wordt het nog eens een keer extra lastig. En dit is waar heel veel mensen tegenaan lopen. De angst om achterover te vallen, die maakt een beschermde omgeving, dat mensen eigenlijk heel terughoudend worden. En wij zien met die trainingen dat, ja, als je mensen op de juiste manier begeleidt, dat mensen van 84 die wheelie kunnen leren. Ja. En als we dan kijken naar die Paralympiërs, want die gaan met 100 km per uur van de berg af, dan denken we, die kunnen ook van alles. Kunnen die nog dingen leren van jou, dit soort trucs? Ja, zeker. Nee, uiteindelijk kunnen we allemaal van elkaar leren, maar het is grappig dat je dat vraagt, want ik ben Paralympiërs tegengekomen die medailles gewonnen hebben op de Spelen. Maar als je ze vraagt om een klein trapje af te rijden of een hogere stoep op te rijden, dan passen ze. Ik zeg altijd, het is een beetje vergelijkbaar met een topvoetballer die je op het veld tegenkomt als journalist en zegt, kom nog even mee naar beneden de catacombe in, dan kan ik je nog even rustig een vraag stellen. En dat die zegt, nou, ik ga die trap niet meer af, straks verstuik ik mijn enkel. Ja. Dat niveau een beetje. Dus, hoe komt dat? Nou, uiteindelijk gaat het over een zelfbeeld en ook over, voor mij gaat het over de kracht in jezelf vinden. Dat die mensen misschien minder oefenen met die rolstoel. Het gaat over acceptatie. Wordt het je beste maat of is het een hulpmiddel waar je van afhankelijk bent? Ja, voor mij is het mijn beste maat.